vanavond. Er is het extra NOS-journaal met Freek de Wever. Nederland is in shock nadat woensdag twee lichamen zijn teruggevonden van de ontvoering van Saskia in 1999 en Rex in 2007. De politie heeft de lichaam teruggevonden na een anonieme tip. 4 dagen later gaf de dader zichzelf aan in een plaatselijk politiekantoor. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de ontvoering en moord van Saskia en Rex. De politie heeft tot dusver weinig informatie vrij. Het zou hier gaan om een man van 50 jaar die nog nooit in contact is gekomen met het gerecht. Het proces van de vader volgt volgende maand. Volgens de aanklacht moet hij schuldig worden bevonden aan ontvoering, opsluiting van twee slachtoffers met als verzwarende omstandigheid dat ze levend begraven werden. Het motief van de dader is nog steeds onduidelijk. We zijn hier bij het vakantiehuisje van Vrijmolen Morne. Hier zijn de lichamen gevonden van Saskia en Rex. Het was dus een dubbele moord. Hier is een man die mij zal helpen met de informatie van de dader. Kunt u wat meer vertellen over de dader? Goeiedag. We weten dat de dader Raymond Lemorne heet. Hij is 49 jaar, getrouwd en heeft waarschijnlijk 2 kinderen. We weten ook uit bronnen dat hij een chemieleerkracht is in een middelbaar onderwijs. Wat ik opmerkelijk vind, is dat hij ook vroeger een kind heeft gered van een verdrinkingsdood. Voorlopig wil hij niet meewerken met het onderzoek, maar we zullen hem wel aan de praat krijgen. Weet u iets meer over het motief van de dader? We weten eigenlijk niks van hem, behalve dat hij psychisch gestoord is. Hij vertoont ook apathische houdingen, maar hij is wel toerekeningsvatbaar. Mag u ons zeggen waar hij verblijft? Of? Die informatie mag ik niet vrijgeven, maar ik kan u wel zeggen dat hij in een speciale afdeling verblijft, waar er een team continu aanwezig zal zijn om hem te begeleiden door een zorg- en interventieteam. Hij zal ook nog begeleid worden door een psychiater en een sociaal assistent. Bedankt voor deze informatie. Uit deze informatie kunnen we concluderen dat het een lange en slepende zaak wordt. Over naar jou, Freek. Ja, momenteel heb ik contact met dokter Janssens. Goedenavond, dokter Janssens. Ja, het land reageert verontwaardigd. Hoe is dit ooit kunnen gebeuren? Ja, dat is natuurlijk de vraag die veel van ons bezighoudt. Onze samenleving is geëvolueerd naar een zeer individualistisch ingestelde maatschappij. De mensen leven geïsoleerd. Ze weten niet meer wat er bij hen in de buurt gebeurt. Wat er in de mensen in hun buurt omgaat. Dat Lemorne erin is geslaagd om dit alles te plannen en uit te voeren zonder medeweten van zijn naast familie en vrienden, dat is een zeer knap staaltje van... Sorry dat ik moet onderbreken, dokter, maar we hebben juist het bericht gekregen dat Lemorne mogelijk ook nog 2 Duitse studenten heeft vermoord. Hoe kan een mens zo koelbloedig zijn? Dat is op dit moment een open vraag. Waarschijnlijk heeft hij een of ander complex en zoekt hij aandacht. Deze aandacht kon hij op geen enkele andere manier verkrijgen. Of hij deed de moorden enkel en alleen voor de kick, wat hem een seriemoordenaar zou maken. Maar natuurlijk zijn er nog andere mogelijkheden. Maar is er dan sprake van een kidnapping of een simpele ontvoering? Een targetkidnapping is de gijzeling of ontvoering van een bepaald persoon om nadien een aanzienlijke som losgeld te vragen. Dit was hier duidelijk niet het geval. Dus ging het volgens mij eerder om een gewone ontvoering waarbij het slachtoffer waarschijnlijk seksueel misbruikt werd. U zei waarschijnlijk. Het staat dus nog niet vast dat hij het slachtoffer seksueel misbruikt heeft. Nee. Dat zullen de tests van de Franse politie nog moeten uitwijzen. Bedankt voor uw deskundige analyse, dokter. De kijker zullen jullie meer laten weten als er nieuwe info binnenkomt. En nu het sportnieuws met Tony Franchipani. In het voetbal. In hoogste voetbalklasse zijn zowel de wedstrijden Cercle Roeselare als Kortrijk KV Mechelen afgelast.